Precies 77 jaar geleden werd de Nijmeegse binnenstad grotendeels verwoest door bommen van geallieerde troepen. Rond de 800 mensen kwamen toen om het leven. Burgemeester Hubert Bruls herdacht die tragische gebeurtenis maandag bij Monument de Schommel. Op de plek waar ik nu sta raakten Amerikaanse bommen 78 jaar terug de Montessori-school. Waarbij 24 jonge kinderen en 8 zusters die hier les gaven hun leven verloren. Nijmegen werd die dag op alle manieren in het hart getroffen. De Sint-Stevenstoren, het trotse icoon van onze stad, in puin, de historische binnenstad onherstelbaar verwoest, woningen en bedrijven weggevaagd, families verscheurd. Het leed van dit bombardement en de oorlog, het gemis van ouders, echtgenoten, vrienden, buren, van kinderen die nooit zouden opgroeien en kleinkinderen die nooit geboren werden, dit verdriet duurt ook een volgende generaties voort. Het is volgens Bruls belangrijk te blijven herdenken, ook omdat de gevolgen van het bombardement nog steeds merkbaar zijn. De binnenstad werd weer opgebouwd, maar het gat dat dit bombardement in 1944 in Nijmegen heeft geslagen blijft voor altijd zichtbaar en voelbaar. Herdenken is belangrijk. De gevolgen van oorlogsgeweld zijn er helaas ook vandaag de dag. Namens alle Nijmegenaren en namens iedereen die Nijmegen een warm hart toedraagt en zich betrokken voelt, leg ik straks de krans ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het bombardement van 1944.